De Tweede Kamer die debatteert al de hele middag over de lockdownmaatregelen. Het gaat vooral over de boostercampagne en steun voor ondernemers in Den Haag. En in de Tweede Kamer, om specifiek te zijn, niemand minder dan onze politieke verslaggever Sofie van Leeuwen. Goedemiddag. Hey, goedemiddag allebei. Rutte, hebben we die al gehoord? Ja, zeker. Die staat nu net in de Tweede Kamer. Staat hij de harde lockdown, de eerste van Europa, te verdedigen. En ja, dat doet hij zo. Zou ik even laten horen. Laat ik met één zin volstaan. En dat is dat we in Europa toch wel allemaal zo'n beetje in hetzelfde schuitje zitten. Er was net een kwart voor één het bericht dat het Duitse RIVM heeft geadviseerd onmiddellijk maximale contactbeperkingen ab sofort in te voeren. Dus je ziet dat heel Europa op dit moment worstelt met de Omicron-variant. Dus de politieke lijn van Rutte is: het ligt niet aan ons. Iedereen is overvallen door Omicron. Dat is een beetje dezelfde politieke lijn, weet je nog, Donatello, na de val van Kabul, Afghanistan. Ja. Toen hadden we ook allemaal een probleem. Het lag niet aan Nederland. Nee. Nou, dat is vandaag weer de verdedigingslinie van de demissionaire premier. Hij zei trouwens nog iets wat je even moet horen. Dat gaat over de vaccinatie. Vaccinatieplicht komt net voorbij. Op dit moment zijn er geen plannen voor een vaccinatieplicht. En die verwacht ik ook niet. Maar ik kan het ook niet uitsluiten. Want in deze crisis hebben we al vaker dingen uitgesloten, categorisch, die achteraf niet uit te sluiten waren. Oei, we kunnen het niet uitsluiten, de vaccinatieplicht. Dat is toch een standaard antwoord tegenwoordig. Omdat je dan inderdaad, omdat ze dan niet meer terug hoeven juist, te komen. Juist, ja. Ja, de jongen kon het ook al niet uitsluiten een tijdje geleden. Nu Rutte ook niet. Maar ja, hoe dan ook, we moeten hier oplossingen bedenken met z'n allen. Ik heb ze nog niet 1, 2, 3 gehoord dat er nu, behalve de lockdown natuurlijk, hè, alles zeker op slot. En de eerste dus in Europa, staan we eens een keer bovenaan een lijstje. Ik weet niet of het nou een fijn lijstje is, maar goed. Dat... We hebben gewonnen. En we staan er ook al op de kaart internationaal niet best voor. Ik werd ook al gebeld door de internationale pers. Wat is er bij jullie aan de hand? Ja. Hebben jullie nog geen booster? Ja, ik zag je op de Franse tv, Sophie. En ja, die journalist die was 28 jaar, die had er al wel één. Ik heb er nog geen, misschien in januari. Dus zitten we nu in een lockdown. Het is bijna niet uit te leggen. Maar goed, Rutte die kan het altijd goed uitleggen. En die zegt, ja, in Duitsland gaan ze nu ook richting lockdown. Want daar ligt een advies. En ook onze buurlanden, die hebben grote problemen met Omicron. Ja, absoluut, hoorde ik hem zojuist. Absoluut. Ja, dus misschien ook een lockdown. Dus dan kun je ook niet meer naar de kerstmarkt met 2G misschien. Nee. Hou het in de gaten, jongens. Ja, en zo meteen, nadat wij dit gesprek beëindigen, Sofie gaat Roos praten met onze collega in Oostenrijk. Want daar dreigt de wintersport voor de Nederlander in duigen te vallen. Ook weer Omicron. Kortom, dat rukt op. 10-15% van de besmettingen, hoorden we van Dissel zeggen. Gaat het goed komen met die race tegen de klok? Nou, dat zijn de grote zorgen in de Tweede Kamer vandaag. Het is inderdaad een race tegen de klok. We horen vandaag dat nog 1 miljoen zestigers nog een afspraak moeten maken. Ja, het is gewoon erg laat, daar zag iedereen het wel over eens. Maar ja, wat heb je eraan? Want te laat. En dit is de algehele oproep die hier klinkt. Get that booster. Dat is arts Nicky Pauverwij van Ja 21. Ik hoorde zelfs Kuzu van Denk tegenprikken eigenlijk. Het praten over haal een booster vandaag. Dus je ziet wel een soort van beweging in de Tweede Kamer. Van misschien moeten we toch maar heel snel gaan boosteren. En ook de regeringspartijen, dus zoals VVD, D66... die vinden het eigenlijk wel gênant hoe Nederland nu op de kaart staat in Europa, zegt Pat Notte van D66. Voorstel, als Nederland wereldnieuws wordt, dan zijn we meestal hartstikke trots. Door Omicron zitten wij als eerste in Europa in een totale lockdown. De New York Times schreef: Nederland, het normaal zo goed georganiseerde land, worstelt om dit virus in bedwang te houden, meer dan andere welvarende landen. Dus we zijn een beetje gekke Henkje in Europa, jongens. Maar volgens Rutte hebben alle andere landen hetzelfde probleem. Ja, tegelijkertijd, kijk, het is natuurlijk voor de gemiddelde burger lastig te volgen. Zeker de afgelopen periode. Dus we hadden een verlenging van de maatregelen in november afgekondigd. En nog geen 3 dagen later, met gezwinde spoed, stonden ze 3 man sterk onze zaterdagavond te vergallen. Dat is een beetje het gevoel toch in het land. Dat is gebeurd, ja. Ja, maar hoe, kijk, veel vrezen natuurlijk dat we hier maar in blijven rollen. Van lockdown naar lockdown. Dat vinden ondernemers vervelend. Dat vinden ouders met kind. Dat vindt iedereen vervelend. Kortom, is er een langetermijnvisie van het kabinet? Nou, dat is die uitzichtloosheid die je proeft hier in Den Haag. En de Tweede Kamer zelf is ook heel erg verdeeld hierover. En wat hoor je nou net van Rutte? Die zegt, volgend jaar, eind januari, dan komen we met onze langetermijnvisie. Ja, dan moeten we eerst dus nog die lockdown door. En dan hopen dat we genoeg hebben geboosterd. En dan ligt er een visie.
En er lekt vandaag ook iets uit van wat we noemen de trojka in Den Haag. Dat zijn de ministeries van Financiën, Sociale Zaken, Economische Zaken. Die zeggen, ga toch even onderzoeken wat een vaccinatieplicht zou kunnen doen. Nou, je hoorde Rutte er net al even over. En misschien ook de communicatie verbeteren. Samenwerken met de samenleving en de politiek. Prikkels. Nou ja, 2G zal ook wel weer voorbij komen. Dus er komt iets aan, maar het duurt nog heel lang. En dan ligt het advies er eind januari. Ik zou zeggen, haal dat een beetje naar voren. Dus het is nog niet heel erg geruststellend. Maar er komt een visie, jongens. Hij komt eraan, maar hij is er nog niet. Nee, en dat is dus volgend jaar. Volgend jaar, eind januari. Dus, nou ja, dus dat is toch een beetje wat we de hele tijd hier voelen. Sorry, Sophie, willen ze dat niet gewoon achter de feiten aanlopen? Willen ze dat niet gewoon overlaten aan het nieuwe kabinet? Dat sowieso. Misschien ook een nieuw minister van Volksgezondheid. Ja. Dat is ook wat we horen in Den Haag. Misschien gaat Ernst Kuipers dat wel doen van het landelijk netwerk acute zorg. Mm-hmm. Maar ja, daarmee zitten we natuurlijk met de Omicron-variant. Ja. Waarvan we nog niet weten hoe gevaarlijk die is. En als het meevalt, dan nog kan de zorg in de problemen komen en moet er worden opgeschaald. Dat is wel het scenario wat je hier ziet. Dat is brandjes blussen nu. Maar als het gaat over die lange termijnvisie, daarvan kan ik me voorstellen dat ze zeggen, laten we aan het nieuwe kabinet. Ja, of je dat nou vandaag of morgen hoort. Of ben ik dan te mild? Ja, maar ik denk toch dat je, als je mensen moet voorbereiden op iets, uit de lockdown in februari. Ja, is het natuurlijk wel, waar wachten we dan nu nog op eigenlijk? Ja. Dan moet je toch iets gaan doen, lijkt mij. Of ja, oké, iedereen boosteren, is daarmee het gevaar geweken. Want ook dan zit je nog vrij hoog op die IC-bedden. En dan kun je nog steeds in de problemen raken. Wat er wel is vandaag, €500 miljard extra steun. Doekje voor het bloeden voor de ondernemers. Ja, dat zei Blok van Economische Zaken vlak voor het debat. Daar komt inderdaad weer ruim €500 miljard op de ondernemers af. TVL bij 20% omzetverlies. De loonsteun NOW gaat naar 90%. Daar komt geld voor de dierentuinen, voor cultuur. Maar het is natuurlijk allemaal niet genoeg om de problemen, sommige faillissementen te voorkomen en om perspectief te bieden met name voor die sectoren. En dat erkent Blok ook wel zojuist in Den Haag. Natuurlijk deel ik de zorgen daarover. Dat is ook precies de reden waarom we nu dat pakket aan een financiële steun ruimer afgesteld hebben dan we dat ooit hebben gedaan. Nogmaals, daarmee kan ik niet garanderen dat faillissementen voorkomen worden. Ik kan ook niet alle leed wegnemen. Ik weet wel dat de afgelopen periode de pakketten er in ieder geval voor hebben kunnen zorgen dat het aantal faillissementen beperkt bleef. Maar voor de toekomst moeten we zorgvuldig de vinger aan de pols blijven. Ja, minister Blok, demissionair, lockdown vlak voor de kerst. Er komt geld, maar is het genoeg? Nou, pijnlijk is het sowieso. En daar moeten ze maar mee doen. Een zakje extra geld. Die vergaderbel bleef een beetje hangen, had ik het idee, op de achtergrond. Dat is heel vaak, die duurt heel lang. Die gaat soms ook live in de uitzending. Het is gewoon, weet je, we noemen het nu gewoon een kerstbel, Sophie. Merry Christmas, minister Blok. There you go. Dankjewel, Sophie. Tot straks.